Beste linkatleet, hier de Rotterdam van vandaag. We warmen op met 3 rondjes van 10 squats, 10 sit-ups en 10 kettlebell pushpresses. Uiteraard, kettlebell pushpresses doe je 5 aan de ene kant en 5 aan de andere kant. En dan de workout. Een 18 minuten waarin we steeds 30 seconden gaan werken en 30 seconden gaan rusten. Hoe ziet dat eruit? De eerste 30 seconden doen we kettlebell clusters met 16 voor de heren, 12 voor de dames. Voor als je het vergeten bent, een cluster is een squat clean thruster. Dus je strekt je uit met de kettlebell vanaf de grond, je duikt eronder en als je omhoog komt, strek je hem uit. Vergeet niet dat het constant wisselen is tussen de linker en de rechterarm. Na 30 seconden heb je 30 seconden rust. Vervolgens gaan we 30 seconden vierups doen, 30 seconden rust. En 30 seconden burpees, 30 seconden rust. In totaal houden we dit dus 18 minuten vol. En omdat het maar best wel wat tijd kost, hebben we een korte accessory-work. Namelijk een 2 minuten M-rep, waar je in de kettlebell in de goblet positie of de ondersteboven vasthoudt. En eigenlijk 2 minuten lang die biceps blijft trainen. Weet in ieder geval zeker aan deze periode dat de biceps weer klaar zijn om dadelijk in de rek te kunnen hangen. Wanneer dit ook mag gebeuren. Lieve mensen, veel plezier.